De gemeentelijke adviescommissie Kunst en Cultuur heeft donderdag voor het eerst het restauratiecompliment uitgereikt aan het Plattelandshuis in Panningen. Het compliment is in het leven geroepen omdat wij als adviescommissie Kunst en Cultuur van de gemeente Peel en Maas het belangrijk vinden om initiatieven van de gewone mensen, van vrijwilligers, die iets doen met het behoud van het erfgoed, het gebouwde erfgoed meestal dan toch, om dat te stimuleren. En we hebben het er al een paar jaar over gehad en we zien het ook rondom ons heen. Dat mensen dat doen, dat ze dat doen zonder subsidie of zonder vanuit de overheid gestuurd te worden. En dan blijven er toch hele belangrijke objecten bewaard. En dit is er een van. Dit vonden we eigenlijk het eerste dat we dachten, 2 jaar geleden toen we ermee begonnen. Van nou, dit is nou echt een goed initiatief dat we kunnen ondersteunen met dat restauratiecompliment. Het restauratiecompliment prijst vrijwilligers van kleine initiatieven die gaan voor het behoud van erfgoed in Peel en Maas. Het compliment is met name bedoeld voor de vrijwilligers die een wandschildering hebben hersteld. Toen wij dit gebouw kochten en binnenkwamen, nou ja, er was ontzettend veel vandalisme gepleegd in dit gebouw. De muurschildering die was verborgen, dus in eerste instantie wisten we helemaal niet dat die muurschildering daar was. Want in de jaren 80 heeft men daar panelen tegenaan geschroefd, waarop kinderen prachtige kindertekeningen hadden gemaakt. Maar wij vonden als Plattelandshuis dat die tekeningen toch niet pasten binnen de sfeer van het Plattelandshuis. Dus wij gingen die platen slopen en tot onze grote verbazing kwam daar dit prachtige muurschildering kwam tevoorschijn. Ik kon me ook weer herinneren als kind, want ik heb hier als kind nog op school gezeten, kon ik me die muurschildering weer herinneren. Maar ik ben ook van 69 tot 75 hier onderwijzer geweest en nou, toen was die muurschildering nog precies intact zoals die nu weer door de restaurateurs is teruggebracht. Nou, er waren iets van 700 gaten in het hele geheel. Dus dat was al een hele kunst om die opgevuld te krijgen. Daar hebben we met z'n drieën daar een volledige dag aan gewerkt om alle gaten op te vullen. En toen hebben we dagelijks met 2 dagen in de week met 8 mensen eraan gewerkt. En dat was vele weken lang. Ja. Toen men dus kwam met wou Plattelandshuis deze onderscheiding geven, toen heb ik meteen gezegd, nou, als iemand die onderscheiding verdiend heeft, dan zijn het de restaurateurs van deze muurschildering. Wij hebben dat gefaciliteerd, maar die mensen die verdienen echt het compliment. De schildering typeert de sfeer in de jaren 50 met een agrarisch Panningen. Nou, in de hele muurschildering zit een verhaal, heb ik me toen laten vertellen. Dit was de lagere school, dus als je daar begint, daar komen de kinderen op de lagere school binnen. Maar daar zit het hele verhaal in dat de kinderen uiteindelijk de ambacht leren en van de school afgaan en dan jongvolwassenen zijn. Dus dat is het hele verhaal in het gebeuren. Vooral boven zien we, de ambachtschool was er nog niet, die is later nog gebouwd. De Mulo was er wel, dus dat kunnen we ook zien. Maar het opstuwen in de vaart der volkeren. Het Plattelandshuis ontving een bronzen schildje in de vorm van de contouren van de gemeente Peel en Maas. Dat is gemaakt door 2 lokale kunstenaressen. Het restauratiecompliment wordt incidenteel uitgereikt als de gelegenheid zich voordoet. We zeggen niet, we gaan het 1 keer per jaar uitreiken, of 2 keer per jaar, of 1 keer per 4 jaar. We reiken het uit als er dingen gebeuren, spontaan is het vaak, waarvan wij vinden, en nu gaan we dat doen. Dus dat kan misschien nu nog 3 jaar duren, maar misschien dat we over een half jaar, want er zijn weer dingen gaande hier waarvan we denken, van, nou, die verdienen ook een pluim. Het is inderdaad puntje op de i. En met name voor ons allemaal. Allemaal samen hebben we dit tot stand gebracht. Uiteindelijk was ik de initiatiefnemer, maar zonder iedereen had ik het ook nooit gered. Dus dit is een compliment voor ons allemaal.